Hallo dames en heren, totdat jullie kijken naar een nieuwe game video. Cosmo Games hier. En vandaag gaan we weer Call of Duty multiplayer doen.
paar seconden nog. Sorry als sommige plekken te donker zijn. De helderheid is niet zo goed. Hier gaan we. Hierheen. Team Deathmatch! Unite under the Iron Claw! Man, wat een grote schilderij. We have taken the lead! We have lost the lead! Thank you.
Ja,
zoek naar 165 euro van haar, of, ja, van haar AOW over. En dan moest de was ook nog betaald worden. Het was 65 euro in SS, zat niks over. Zoveel huur moest ze daar betalen. Maar er zit alles bij. Ja, ja, dat wel. Ja. Ik heb geen vrouw benoemd om de camp niet. Sorry dat ik zo stil was. Ja, free for all match. Laten we één free for all match doen, oké? Nog een altijd dit. Flashhider? Ja, dit. You alone must defend the glory of the Reich! Ja. Die nemen het toch op, hè? Ja, dat. Dat kan je wel even doen. Ja, dat is niet niks aan het is, maar iedereen kijkt zelf. Die hebben het ook. Zij wilden niet beter of luxe hebben. Weet ik niet even. Dat hoor ik niet. Nou, wat ik vroeger wel erg vond, als je naar het bejaardenhuis ging en je had je huis verkocht, moest je eerst je huis helemaal opeten. Ja, dat is niet. Nee, dat is niet. Waarom was het mijn moeder ook al niet meer? Dat vond ik erg hoor. Ja, dat hoor je. Heb jij de hele leven hard gewerkt? Ja. Hè? Nou, dat vond ik wel zo. Maar wat je ervan en als ons man die weer komt, dan die hier komt bij het huis. En die jou zijn er dan gekomen, ze waren heel gemakkelijk een kleine woning. Dan is het een beetje ja. En dan was ik erachteraan gegaan. En dan ben ik de buur in de buurt en die hoort het feest van ons. En daar had ze wel zin in. Maar de buur die is dan vrij duur. En wou ze dus achteraan. En dat betekent dus dat nu hebben ze allebei een AOW. En we hebben het gezond. Dat moet je aan. Ze konden alleen haar huur tot aan 65 euro. Ze zegt nou, we komen maar nergens weg. Of in jullie aardbeving. Ja, dat wil ik niet volgen. Ze willen niet volgen. Dus ik ben eigenlijk verplicht om in haar huis te gaan. Oh, ik zag hem. Ik kan haar huis, ja. Dat doe ik nou niet meer, dus met de actie daar in de Nieuwegein en Utrecht, dat mensen dus... Het slaat toch gewoon eigenlijk niet hebben. Totdat ze die huizen weer niet kwijt kunnen. Ja. En dan wordt het zo anders hoor. Wel weer. Dat zullen we wel zien, want dat was hier ook zo. Dit waren in eerste instantie geen huizen waar mensen in kwamen die voor huur subsidie en aanleg. Nou, en later wel ineens. Dan mag je maar er ook geen één, die blijft ook niet zonder huur subsidie hier wonen. Nou, en later belden ze op, ze hadden een huis voor dus. Toen kwam het ineens wel. Ja, dat konden ze niet bij. Nee, waarom? Ik denk, waarom doe je dat nou niet direct aan? Ja, nou, ze proberen het. Ja, ze proberen, is ook logisch. En, ja, en ik vond zoals vroeger was, dat mensen die een heel hoog inkomen hadden in een goedkope flat. Ja, dat zou ik vond, dat kon ook. Nou, dat kan niet. Dat kan niet. Ik vind het te lang wachten, hè? Nee. Ik ben agenda met haar boot. Ja. 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 Ik bedoel maar. Really, nigga? I killed my shotgun. Als je dat op de bank zet, schrijf je toch een mooi spaarbankboekje. Zeker weten. Kun je nog leuke dingen van doen. Want die boot kost daar handen voor met geld. Ja. Nou moest er weer dieselolie in. Nou, ik heb zo'n tank vol. Er zit een hele grote tank in de lucht voor geld. Ja. Nou, ze moet nu stoken omdat het vochtig is. Ja, en toen met die Porsche, het moet gewoon anders dan. Ja. En hij moet weer eigenlijk... Ja, godverdomme. Moet helemaal schoongemaakt worden. Sorry dat ik vloekte, maar... We beginnen nu echt te irriteren. Ja, schoongemaakt. En dan die verzekering. Dat je verzekering van zo'n beeld komt. En daarom denk ik, waar ben je toch niet wees? Zo eigenwijs. Ja, die zegt eigenwijs. Ja, oh, godverdomme. En dan wil ze van zomaar met Louise. Ik zeg het. Ik zeg het, dat zit af, hoor. Louise, dan is het
zaterdag naar Gerrit, 6 uur. Met z'n tweeën op de boot. Nog luider, man. Ah, dat is er niet normaal. Kom op. Dat kan toch niet? Dat kan wel even niet, joh. Levensgevaarlijk. Als iemand die tas erom moet gooien, zoals Louise ook, dan ligt ze in het water. Ja, dat is toch zo? Het is toch verschrikkelijk? Ik snap dat niet, man. Nee, inderdaad, ik kan me wat leren, maar dat wil ik wel echt niet. Maar ze vraagt naar iedere keer. Ja. Het is net taxi, dame. Nou. En dan is ze niet zo eigenwijs, hoor. Nee, niet, hè. En dat snap ik dan niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Er zit een moeder die zegt zo. Oh. En er is echt niet tegen te praten. Nee. Ze luistert gewoon. Het is zo. Oh, ik denk dat ze ja, dat is niet goed. Zelf ook wel, maar ja,
Dat was het voor dit. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze gamevideo. Ik hoop dat jullie het top vonden. Doe anders nog even een blauw duimpje omhoog. Ik zie jullie in de volgende gamevideo. Peace!